Sparta naar voren. De Sparta-podcast. Met Ruud van Os, Anton Slobboom en Frank Stout. Een hele goede dag. Zitten we weer, hoor. Maar heb ik de dresscode gemist? Een blauwe trui, blauw overhemd? Ja. Heb je de memo niet gekregen? Ik heb hem niet gekregen. Zit je ook in de groepsapp tegenwoordig, Geert Arendhoorn? Ja, ik was op de hoogte. Ruud heeft mij speciaal nog gebeld hiervoor. Dus. Ja, ja, jou wel. Nou ja, ja. Welkom. Hebben we jou eruit gegooid. Dat blijkt. Fijn dat je er bent. Maar ja... Dankjewel. Eindelijk mag ik hier een keer zitten. Want, en je gaat ook weg. Ja. Dus dat moet ik doen om hier te mogen zitten. Vijf jaar lang Sparta, duidelijk. 3 jaar lang trainer van Jong Sparta. Ja. En nu weten wij waar je naartoe gaat. Je gaat naar RKC, maar dat ga je zelf niet zeggen. Nee, ga ik niet zeggen. Nee. Nee, want ik ga pas duidelijkheid geven over mijn vervolgstap wanneer er getekend is en wanneer dingen rond zijn. En zolang dat niet zo is, is het niet handig om onnodig druk uit te oefenen op mezelf of op een andere partij. Over alle andere zaken ga je wel openhartig zijn? Zeker weten. Mooi. Zijn jullie een beetje gespannen, mannen? Want het is wel de week natuurlijk. Ja. Zeker. Wat niet? Nou, voor Anton meer dan van mij, denk ik. Kriebels in mijn hele kleine lijfje. Omdat Anton een hele rare filosofie over play-offs op nahoudt. Oh ja, dat bleek al vorige week, ja. We hebben een artikel online staan over 10 Spartanen die hun mening geven over de play-offs. Daar zegt hij weer hetzelfde als wat hij vorige week zei. Maar hij vindt de play-offs in het voordeel van de grote club. Ik snap hem niet helemaal, maar ik vind de play-offs in het voordeel van de kleine club. Hoor. Maar ja, waarom? Omdat je hebt nu tenminste wat. Ja, dan gaan we die discussie vorige week weer voeren. Als we geen play-offs hadden gehad, was het nu klaar geweest. Het is wel hopen dat we de lange adem hebben. Met ons bescheiden elftalletje. Daar ligt het gevaar. Is echt op hopen. Dat is het gevaar. Oké, okay, even Je vroeg of we zenuwachtig zijn. Ik voel het wel, ja. Ja? Ja. Een hele korte ronde. Gaat Sparta uiteindelijk winnen van Utrecht? Ja. Ik hoop het. Ja. Nou, zijn we er toch? Bij neerlaag of victorie, Sparta naar voren. Ja, jij bent ook podcastmaker, hè, Geert Arendhoorn? Niet meer. Niet meer, ben je gestopt? Ja, ik ben gestopt. Ja. Je deed iets voor de Leeuwarden Courant, maakte een podcast? Ja, ik maakte een podcast voor de Leeuwarden Courant. Het ging vooral over Heerenveen, SC Heerenveen. Dus dat dan in het Fries, deed je dat? Nee. Okay. Nee, in het Nederlands was het wel. Maar dat was best wel leuk om te doen. Alleen, op een gegeven moment, ik woon hier nu al zo lang. Althans, 5, 6 jaar. 6 jaar alweer. Dus dan raak je ook een beetje de binding kwijt. En dan kan je daar steeds minder inhoudelijk iets goeds over vertellen. Ja. Dus dan heb ik besloten om te stoppen. Kijk, dus daar stop je ook al mee. Stoppen overal. Alles is tijdelijk. Mag ik mijn mooiste Geert Arendhoorn herinnering met jullie delen? Nou, heel graag. Zakdoekjes pakken? Nee. Jij speelde bij Excelsior. Ja. En Heerenveen Excelsior. En Excelsior won in het Abelenska Stadion. Iets wat niet heel gewoon is natuurlijk. Met een staande ovatie voor deze meneer. Die toen bij Excelsior speelde als huurling. Klopt. Dat is, ik denk, een van jouw sportieve hoogtepunten, denk ik. Ja, dat was een hele rare, daar heb ik nog wel eens over nagedacht, ook wel eens teruggezien. Dat was een hele aparte avond, omdat ik was verhuurd in de winter. En dat was niet een hele, het ging niet op een hele lekkere manier daar. Ik vond dat van, de trainer die vond dat weer anders. En op een gegeven moment de beste oplossing verhuren. Excelsior kwam. En toen had ik die datum natuurlijk in de agenda gezet. Want dat is de wedstrijd waarbij je wil laten zien aan het grote publiek van Heerenveen wat je in je mars hebt. En wij zaten sowieso goed in het seizoen met Excelsior. En die wedstrijd verliep eigenlijk als een droom, moet ik zeggen. Ja, in die periode deze Excelsior erin. Nee, maar even om eens onze gast neer te zetten. Ja. Deze man kon wel ballen, ik denk. Nee, maar serieus, jij bent aan alles geblesseerd geweest. Ja. Van ongeveer waar je hele lichaam waaraan je geblesseerd kan raken. Ja, dat klopt. Ja. Maar jij in dat jaar bij Excelsior, dat halfjaartje, hebben wij jou echt extreem goed gevolgd. We hebben elkaar ook vaak gesproken. Ja. Jij was daar zo ongelooflijk goed. Jij had veel hoger kunnen, je had veel meer kunnen bereiken. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kwam daar ook wel. Ik kom van Heerenveen, dus je komt van een grotere club met een hoger trainingsniveau. Dus je gaat daar eigenlijk een niveautje omlaag als je het hebt over het niveau van alle spelers. Alleen, wij hadden wel een heel sterk elftal. Allemaal jongens in dezelfde leeftijdscategorie. We werden allemaal vrienden van elkaar en het liep goed. Dus dat helpt Excelsior ook mee. Bij Excelsior, want later, als we dan gelijk even de koppeling maken naar jouw actieve tijd bij Sparta. Ja. Dat was het tegenovergestelde. Ja,
Ja, 7 wedstrijden gespeeld en niemand die er ook nog maar eentje van jou kan herinneren. Nee, maar daar kom ik zo op terug. Maar nu... Oh ja, doe maar nu gelijk hoor. Nee, ik was nog heel even met... ik speelde op het middenveld met Klaasie en met Kolwijk. Ja, ja dat paste op een of andere manier gewoon precies. Klaasie was de controleur en dan hadden we Kolwijk de middenpersoon en ik mocht lopen. En dat was dat paste gewoon toen. En als je het hebt over de periode Sparta, want ik kwam van NEC. Ik kwam al niet uit een al te beste periode daar. En toen, Sparta, dat liep voor geen meter op dat moment. En we hadden spelers nodig, waaronder ik dus moest komen. En Bukari was op dat moment ook aangetrokken. En Daniel Bessa, ik weet niet of je die nog kent. Ja. Oh, ja, dat is een interverleden. Die selectie was zo gigantisch groot, maar er klopte te veel dingen niet. Als je het hebt over hiërarchie en misschien wat te veel spelers. En we stonden, wie was de trainer? Het was Gert Kruis, volgens mij. Ja. Terwijl Gert Kruis was echt een... geweldig man. Ik heb echt een hele fijne ervaring met hem. En ik vind het echt een hele prettige man om mee om te gaan. Alleen, op dat moment hadden we het bij Sparta helemaal niet. En bedenk dan dat we nog op een haar na zijn gepromoveerd ook. Met wie stond je op het middenveld toen? Bij Sparta? Ja. Ik heb geen één keer met hetzelfde middenveld gestaan, denk ik. We hadden heel veel spelers en ook vanuit Jong Sparta, dat was ook gewoon een goed team. Daar speelde veel talent op dat moment. Dus er waren gewoon heel veel middenvelders. Ja. Hey, als podcastmaker, hè? Begin je nou gewoon... Oh, sorry. Ja? Ik vind het wel mooi wat hij zegt. Jij zegt, ik heb het even niet scherp. Jij mist op een haar na promotie. Hoe dan? Dordrecht, toch? Dordrecht uit met... Ja. Met de keeper. Kieboom en... Kortsmit? Ja, die terugspeelbal natuurlijk. Ja. Dus dat voelde niet als op een haar na promoveren. Was het een terugspeelbal van Spierings? God. Nee, dat was het. Dat was een andere. Kijk, ik ga het uitleggen, want volgens mij won Sparta de eerste periode in dat seizoen in de keukenkampioendivisie. En daarna hebben we heel, heel veel wedstrijden achter elkaar ook verloren. Mm-hmm. Alleen uiteindelijk hadden we wel een plek in die play-offs verdiend. Daar was ik dan niet bij, maar dat was de eerste periode van de KKD. Dus toen hadden we die plek en uiteindelijk we waren we heel dichtbij, want we hebben NEC volgens mij uitgeschakeld. En daarna speelden we tegen Dordrecht. En dat ging mis. Toen ging Dordrecht omhoog. Ja. Jij als podcastmaker, jij weet natuurlijk ook, je moet beginnen met het nieuws. He, in zo'n aflevering. Oké, maar dat doen jullie toch? Dat gaan we nu doen, ja. Waarom stop je bij Jong Sparta? Heel sterk. Ik heb nu 5 jaar bij Sparta gewerkt. En ik heb 3 jaar Jong Sparta getraind. Dus ik vond het tijd om voor wat anders. Plus in combinatie met dat er wel wat rond mij speelt. En ik hoop daar deze week wel wat meer over te kunnen vertellen. Ja, en niet vandaag, hè, want dat zou een beetje lullig zijn als straks we klaar zijn en dan staat... De Roor daar wordt assistent van Vrezen bij RKC. Ga niet vandaag. Gebeuren. En morgen ook niet. Nee. Nou. Morgen is dan donderdag. Hè, voor de mensen die zaterdag luisteren. Precies. Nee, ga er maar niet vanuit, nee. Had je niet aanvankelijk gedacht, ik ga gewoon bij Sparta hogerop? Nou, zeker. Dat lag ook in de planning. Tenminste, voor mezelf stond ik daar zeker voor open. Alleen die kansen moeten hier wel geboden worden. Ja. En in hoeverre speelt al een rol dat jij de schoonzoon van Henk van Stee bent? Want die is weg bij Sparta? Nee. Nee, ik heb mensen hebben niet anders tegen mij gedaan in die zin. Dus ik heb vandaar ook alle waardering vanuit Sparta. Wat maakt iemand dat nou ook uit? En dat speelt ook niet mee in jouw gevoel om de club te verlaten? Nee, speelt het dan niet mee. Nee. Het heeft wel meegespeeld, denk ik, dat hij jou een kans heeft gegeven om op relatief jonge leeftijd te beginnen bij een BVO. Dat is helemaal niet erg, we hebben allemaal een kruiwagen nodig. Nee, ik denk wel dat het meegespeeld heeft. Natuurlijk. Ja, zeker. Ik ben begonnen bij Sparta onder 19 als assistent trainer. Ja, dat was, daar was nog iemand nodig en dat kon ik mooi invullen na een gesprek met Dolf Rox destijds. Dus dat was hartstikke fantastisch met Paul Simonis. Oh, ja. Heerenveen assistent. Ja, Ruud. Heel goed. Ja, Paul doet het hartstikke goed. Heeft bij Go Ahead gezeten en nu bij Heerenveen. Dus dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Want we hebben ook intensief gewerkt met Michel Breuer. Nou, die nu bij de Graafschap assistent trainer was. We hebben gewerkt intensief met Ruben de Nijl. Die nu assistent trainer bij Excelsior is. Dus dat is hartstikke leuk om mensen waarmee je intensief goede band hebt op kunnen bouwen. Dat die allemaal hun stapjes maken. Maar er is dus wel een glazen plafond bij Sparta. Je komt tot en met Jong en daarna dan... Nou, dat durf ik niet zo te... In dit geval wel. Ja. In jouw geval wel. Ja. Nou, en ook bij hun blijkbaar ook. Paul was dan bij vanaf onder 19 weggegaan naar Go Ahead Eagles. En Michel bij onder 18. Dus om maar aan te geven dat Sparta gewoon een hartstikke goed
goede opleiding heeft in die zin dat we ook gewoon trainers kunnen opleiden. En dat trainers gewoon serieus worden genomen in het betaalde voetballand. En dat is natuurlijk een groot compliment naar Sparta toe. Afgelopen zaterdag hadden jullie gewonnen met 2-1 van Kozakken Boys, hè? Zeg het goed? Ja. En toen zei je na afloop, ik heb heel veel geleerd van heel veel verschillende trainers bij Sparta. Ja. Ga je gang. Wat heb je geleerd en van wie? Zo. Haal jij eens toen. Dan gaan we het niet halen. Ja. Maar, nee, maar dat zijn de namen die ik net noem. Hè. Paul Simonis, daar ben ik mee begonnen. Dan hebben we ook nog aan de bovenkant met Bukari. Dan hebben we Jeroen Rijsdijk, Henk Vrezen, nu Maurice Stijn. Ja, dat neem je allemaal mee, dingen waarvan je denkt van, oh ja. Ja, ik denk dat voor onze kijkers en luisteraars het meest interessant is wat je hebt geleerd van Vrezer en van Stijn. Nou, dat zijn... zijn andere types? Ja, zeker. Zijn hele andere types. Als ik het even... Dan moet ik even goed over nadenken. Kom ik zo nog even op terug. Oh ja? Dan kan ik een inhoudelijk... Oké, heel goed. Heel goed. Is het de eerste gast ooit die even gaat zitten nadenken? Ja. We drukken even, over de pauze. Ja. Ik ben wel erg geïnteresseerd ook. Want ik stelde nou net de vraag over jouw schoonvader. Of dat de reden is om weg te gaan. Nou, daar ben je duidelijk in. Dat heeft daar niets mee te maken. Nee. Maar toch, je bent trainer van onder 19. Dan word jij ineens trainer van Jong Sparta. En daar waren wel toch de commentaren van... Ja, logisch. Gewoon zo van de TD. Heb je daar last van gehad? Of ben jij zo onafhankelijk dat je er gewoon een lange neus van maakte? Nou, daar heb je alleen last van als je niet presteert. En ik wist gewoon dat ik dat kon. En ik had een team om me heen, een staf om me heen die fantastisch was op dat moment. En het was voor mij prettig werk. En het was op dat moment voor Sparta de beste oplossing. Als je het hebt over de trainers. En toen hebben we dat ingezet. En toen... kwam het coronajaar. Dus ja, uiteindelijk was het een heel apart seizoen. Alleen uiteindelijk was dat op dat moment intern. En dan ga ik geen vuile was buiten aan, want er gebeurde nogal wat. En uiteindelijk was dat de beste oplossing. Ja. Dus, toch hè? Je zegt, ik heb het goed gedaan. En als je kijkt naar de resultaten, heb je het ook goed gedaan. Maar als je kijkt naar het aantal spelers, wat is doorgestroomd van Jong Sparta naar Sparta 1, dat zijn er echt heel weinig. Kan je dan de conclusie trekken dat je het niet goed hebt gedaan? Nou ja, kijk, je probeert jongens een volgende stap aan te bieden. En het verschil... Kijk, waar de crux een beetje zit... dat Sparta 1 op een langere tijd op een wat lager niveau heeft gespeeld. Hè. Dus ook een groot gedeelte keukenkampioendivisie... of onderaan onderin de eredivisie. Ja, dat is een groot verschil met waar ze nu staan. Dus het is ook, de stap wordt ook gewoon steeds groter. Dus het is ook, jongens hebben wat langere aanloop nodig om uiteindelijk Sparta 1 aan te vallen. Dus vroeger had een Tahiri het wel gehaald, bijvoorbeeld? Ja, dat durf ik niet te stellen. Dat weet ik niet. Nee. Maar het is natuurlijk wel logisch wat hij zegt. Ja, tuurlijk. Als je de keukenkampioendivisie speelt, dan stroom je volgens mij makkelijker in 1 in... dan dat je bij de nummer 6 van de eredivisie moet instromen. Nou, zeker in het elftal staat op dit moment ook gewoon. En het is een heel stabiel elftal. Het is op... Het is ook niet een heel oud elftal, vind ik. Dus er zit ook wel wat jongs bij. Alleen, ja, het is best wel lastig om daar te komen. Maar als je dit zo zegt, Ruud, dan zou je eigenlijk spelers moeten gaan verhuren in de eerste divisie om ze wel klaar te stomen voor onze eigen eerste, toch? Nou ja, dan is dus het gat dus te groot. Ja, ik denk dat het gat groter wordt hoe hoger je speelt. Inderdaad, het zou mooi zijn als Jong Sparta ooit nog eens de sprong naar de KKD zou kunnen maken. Maar dat is denk ik ook wel een hele grote stap die je niet ook zou financieel, hè? Ja, precies. Maar jij hebt wel inzicht in de jeugdopleiding, want jij hebt daar gelopen. Jij hebt Jong Sparta gedaan. De golfbeweging, hè, waar ik het altijd over heb, is van soms hebben we veel talenten en stroomt er meer door. Soms hebben we minder talenten en stromen er minder door. Hoe zie jij de jeugdopleiding? Zit er wat aan te komen? Want als je kijkt bijvoorbeeld met onze buren op Zuid, daar wemelt het van de talenten in het eerste. En bij ons niet. Nee. Maar zit dat er weer aan te komen? Dan zou je weer wat lichtingen verder moeten kijken. Dus in de middenbouw, denk ik. En dat zijn we van zover ik weet, want ik heb ze weinig dit jaar natuurlijk weinig kunnen zien. Aangezien we allemaal bezig zijn met zoveel mogelijk complexen te bespelen dit jaar. Maar van wat ik weet en wat ik hoor, komen daar wel weer wat lichtingen aan. Ja. En middenbouw is onder 14, 15, 16? Ja. Moeten we nog lang wachten? Zie die maar bij Sparta te houden. Zaak. Ja, maar moet je wel bij Sparta zien te houden natuurlijk. Nee, zeker. Maar dat kan je ook niet. Dat kan ook niet altijd. Hè? Daar kunnen we gewoon nog niet tegen aanvechten. Want als de grote top spelers wil hebben, gaat het gewoon gebeuren.
En of het nou in de jeugd is of in de eerste elftal, gaat gewoon gebeuren. Wat vind jij dan van ons samenwerkingsverband met Ajax? Ja, ik ken de inhoud niet echt, gelukkig. Omdat ik, dus ik kan daar ook niet echt wat van vinden. Ik weet dat er een samenwerking is. Alleen voor mij, praktisch, heeft het geen enkele invloed. Dus ik heb geen enkel idee hoe dat nou... En ik hoef dat niet te weten. Tegen de tijd dat ze bij jou aankomen, zijn de beste vertrokken. Daar komt het op neer, toch? Ja, maar dat is wel heel zwart-wit. Maar dat is ook zonder samenwerking. Ja, daar heb je geen samenwerking, altijd, maar dat gebeurt altijd. Nou ja, dus hoe hoger je speelt, hoe sterker je eigen verhaal wordt. Hè? Jawel. Maar dus dat zou dan moeten kunnen veranderen. Maar natuurlijk. Of je nou wel of geen samenwerking hebt, ja. De beste worden toch al weggehaald door Ajax, PSV, Feyenoord en buitenlandse clubs. Ja, maar dat gebeurt bij Ajax ook. Hè? Mm-hmm. Ajax wordt ook jongens weggehaald, die gaan naar Chelsea of naar Man United. Of, Sparta haalt zelf ook spelers weg. En wij halen ook spelers weg bij Excelsior of amateurvereniging. Ja, precies. Dan ook. Dus die amateurvereniging zouden dan ook geen eerlijke kans krijgen om het eerste elftal dusdanig met eigen jeugd op te bouwen. Dus het ecosysteem. Ja. Hey Geert, ga jij even nadenken wat je hebt geleerd van Stijn en van Vreese? Ga ik zeker doen. Ga ik aan Anton vragen hoe die afgelopen zondag heeft beleefd. Die 0-5. De grootste uitzege sinds 1985, nou, geloof ik. Dat is typerend voor dit seizoen. Dat je achterover leunt en gaat kijken en dat ze zelfs dan nog een record weten te verbreken. Dat vind ik echt tekenend voor dit seizoen. Toch nog iets om erbij te schrijven. Was het leuk? Het was hartstikke leuk. Heb jij de hele wedstrijd gekeken? Nee. Ik heb zo leuk was het. Gezien. Zo ik leuk was het. Ik was in Normandië. Ja? En ik heb de doelpunten gezien en daarna een samenvatting. En dat is toch heerlijk. De zorgeloosheid van zo'n laatste ronde. Voordat het nu echt begint. Ja, vind ik heel fijn. Moet ik heel gelukkig. Wij zaten even te appen, Ruud, zondag. En je zat een lekker schakelkanaaltje te kijken. Een beetje Rijnmond te luisteren. Je hebt volgens mij een hele leuke middag gehad. Ja. Je zou wensen als voetballiefhebber dat alle wedstrijden tegelijk om 2:30 worden gespeeld op zondagmiddag. Ja. En dat je zo'n op Rijnmond de 3 clubs uit Rotterdam hoort. Of op ESPN de 9 wedstrijden de doelpunten voorbij ziet komen. Maar ja, omdat Sparta 5 keer scoorde. Hè, tuurlijk ging de aandacht bij ESPN uit naar de grote clubs. Maar iedere keer kwam Sparta daar weer tussendoor. Heerlijk was dat, zeg. Was jij er wel in het stadion? In Groningen? Ja? Nee, ik was thuis. Ik zat op dat schakel. Ja, is toch leuk? En ik denk, nou, ik zie niks van Sparta vandaag. Nee. Toch wel. Ja, toch wel. En mooie goals ook. Goals. De meeste zijn tijd gehad. Ja, toch? Ja. Ja. Collega Philip van Essen was een van de weinigen die er wel in het stadion was. Als ondertussen de vrije trap wel op een lekkere plek ligt, dan zou je zeggen, dit is een plek uitgerekend voor Vito van Crooy. Dat dan met links kan gaan doen. Maar nee, die wordt weggestuurd door zowel Younes Namli als Jonathan de Guzman. En het is de Guzman die het gaat doen. De Guzman over de muur, de Guzman erin! Heerlijke goal van Jonathan de Guzman. Met binnenkant rechts lepelt hij hem over de muur heen. Zo langs doelman Jan de Boer. Sparta na 25 minuten op rozen. 0-1 voor. Ik vind hem nu heel langzaam weg, want het is helemaal niet zo heroïs om naar te luisteren natuurlijk. Nee, natuurlijk hè? Niet. Dat is zo'n mooie goal. Om 2:30 ga je zitten. Ik had hem op ESPN Extra staan, op Sparta. Ja, en na 1 minuut denk ik, ja, weet je, dit is de ambiance van een oefenwedstrijd. A, het gaat voor Sparta nergens meer om. B, er zit geen publiek. En toen ben ik naar het schakelkanaal gegaan. Want denk, ja, dan heb ik nog een beetje emotie. Want dit was inderdaad, en daar kon Philip niks aan doen. Daar kon Sparta niks aan doen. Maar dit was ambiance 0 natuurlijk. In coronatijd zetten ze dan publieksgeluid onder. Dat deden ze niet, dit keer. Nee. Dus dan heb je echt niets. Nee. Aanwijzingen van spelers. Heb jij dit wel eens meegemaakt als trainer of als speler in een leeg stadion? Een leeg stadion? Nou... Ja, je hebt bij Excelsior gespeeld, wou je zeggen. Ik speelde bij Sparta ook in de Keukenkampioen Divisie. Daar was niet zo heel veel... Kon je iedereen even een hand geven die op de tribune zat? Ja. Nee, maar... Wat hou je dan als trainer uit zo'n wedstrijd? Want je weet dat het vanaf deze week pas echt... Nou ja, niet dat het echt ergens om gaat. Ja. Dan speel je nog zo'n tussendoortje. Of is het geen tussendoortje? Nou, je gaat inderdaad in voorbereiding op. Dus je gaat rekening houden met jongens die nog minuten moeten maken om 100% klaar te zijn. Je gaat kijken naar van speelwijze technisch. Probeer nog een paar lijnen erin te krijgen of een idee bij. Of dat uit te werken of kijken hoe dat met elkaar past. Of je gaat dat proberen. Maar uiteindelijk ga je ook zorgen dat je resultaat haalt om zo goed mogelijk, met een zo goed mogelijke vibe als ploeg, in die play-offs te komen. Dat is wel gelukt. Denk ik. Ja, ik moet wel zeggen dat Groningen dat heeft Sparta dan ook weer niet echt uitgedaagd, zodat Sparta tot max moest gaan. Nee, natuurlijk al snel een rode kaart. Dat had wel, en dat is misschien nog een klein drempeltje, dat je denkt, oh ja, dat gaat wel heel erg lekker. Maar zometeen komt Utrecht en dan dat is wel een ander verhaal natuurlijk. Ja, voor het vertrouwen is natuurlijk goed die 0-5, maar voor het spel had het beter geweest als Groningen met 11 man was blijven staan. Ja. Zeker. En dan had je een echte wedstrijd gehad, een echte test voor wat komen gaat. Maar ja, 9 goals maken vlak voordat je de play-offs ingaat, dat is ook niet dat is een droom, toch? Ja.
Ja, dat is fantastisch. Met hoeveel zelfvertrouwen kun je beginnen? Ja. Voordat we daar naartoe gaan en naar Utrecht, wil ik even naar de Spartaan van de Week. De Spartaan van de Week! Want je hebt weer een briefje voor je, Anton. Ja, dus, staat erop. Mijn Spartaan van de Week, dat is geen persoon, dat is een groep. Oh. Dat zijn de Europa Runners. Die kwamen mooi binnen. Nou, echt, dat is echt heroïs. Je weet hoe dat gaat, hè, de Europa Run. Een soort estafette. Ja, Europa is Rotterdam-Parijs. Ja, nou, het is nu vliegveld Twente-Rotterdam. Ik weet niet precies waarom dat is. Wel sfeervol. Wel sfeervol. Maar die gaan dus ook 's nachts door. Die worden aan de kant toegejuicht. Die wisselen af. Die gaan echt op een tandvlees richting de Coolsingel. Dat is gelukt. En in totaal is er 2,5 miljoen opgehaald. Voor zorg voor mensen met kanker. Nou, dat is toch schitterend. En zij doen dat al jaren, dat team 88. Nou, petje af. Spartanen van de Week. Ruud. Ja, ik heb de wedstrijd niet goed genoeg gezien om daar een oordeel over te kunnen vellen. Ik was bij de finish van de Europa Run afgelopen maandag. En dan zie je die mensen binnenkomen. Ik heb Team Sparta niet binnen zien komen, want dan moet je er echt 6 uur lang gaan staan. Ik heb er een uurtje of 2 gestaan. En ja, ik sluit me bij Anton aan, want wat die mensen presteren, niet alleen Sparta, maar ook al die andere teams, is geweldig. En als er dan ook een ploegje in het prachtige rood-wit meeloopt, ja, dat is, moeten ze vooral blijven doen. Geert? Ja. Komt hij later op terug ook? Ja. Nee, deze wedstrijd die, was inderdaad wat jij zegt moeilijk te zien. Alleen dan ga ik toch maar voor de Guzman. Ja? Ja, dat is toch een waanzinnig vrije trap om zo de wedstrijd te openen. Ja. Dus dat gun ik hem ook wel. Hij is ook een waanzinnig mens. Ik vind echt zo'n leuke gozer, Jonathan de Guzman. En tuurlijk, hij moet leveren als voetballer. Ja. Maar ook als mens is het er een goeie om erbij te hebben. Dus, nou. Echt een heel aardige jongen, heel open. En ik vind het wel grappig, want vroeger... En dan, ja, voor mij vroeger is weer andere vroeger dan voor jou, Ruud, dat weet ik. Maar daar speelde ik wel eens tegen hem, met Heerenveen, de jeugd tegen, hij zat toen bij Feyenoord. Had een hele grote afro. En toen was hij zo goed, was hij niet normaal goed, was hij denk ik de beste speler van die leeftijdscategorie in het land. En dat is wel grappig dat je hem na zoveel jaren, na zo'n carrière die hij dan heeft mogen hebben. En dan zie je hem weer terug bij Sparta en dan nog steeds gewoon zo normaal, zo rustig, zo relaxed en zoveel lachen. Ja. En ook de kwaliteit brengen die Sparta nodig heeft. Is dat iets wat jou dan persoonlijk frustreert van, hè, jullie zijn dan waarschijnlijk van dezelfde leeftijd, hij nog wel en ik al jaren niet meer. Nee. Voetballer zijn lijkt me toch het leukste. Ja, dat is het allermooiste wat er is. Alleen iedereen heeft zijn eigen pad. En dat geldt voor al mijn spelers, daar hou ik ze ook voor. Iedereen heeft zijn eigen pad en er is niet één weg naar de top. Het gaat om, ga je jouw top halen? En daar heb je geluk bij nodig, daar heb je kansen voor nodig. Daar heb je zoveel dingen om je heen voor nodig die jou daarbij gaan helpen. En voor iedere wat wils. Alleen, dat frustreert mij totaal niet. Omdat ik vind dat ik een geweldige carrière heb gehad. En ik ben daar heel blij mee. Met wat ik heb moeten doorstaan en wat ik uiteindelijk heb bereikt, ja, ben ik daar heel content mee. En ik heb ook het voordeel dat ik op jonge leeftijd kan beginnen als aan mijn nieuwe leven, zeg maar, als trainer. Ja. Dus dat waardeer ik. Maar als je de Guzman zou adviseren, zou je zeggen, ga nog een jaar door. Precies. Want voetballen kan die nog. Beseft hij heel goed. Als hij fit is. Deze jongen is heel intelligent ook en die beseft dat gewoon. Ja. Volgende week zit Gerard Nijkampen hier samen met Manfred Laros. Gerard luistert altijd, dus even advies van Geert Arend Roorda. Jij zou doorgaan met hem. Ja, ik zou de Guzman er wel bij willen houden. Ja. Ik denk ook dat Sparta dat wil. Toch? Er was overigens één heel mooi moment. Hij zat op de tribune. Sparta Feyenoord. Sparta scoorde. Zag je hem toen juichen? Ja. Was heel mooi. Ja. Vlak bij de perstribune volgens mij. Een beetje in de buurt van het uitvak. Nou, vind ik mooi. Dat je dan... Maar hij was met plezier. Van die fonkelende oogjes, omdat het zo'n mooie goal was. Het was nog een wedstrijd. Toen zag ik hem langs de zijlijn. Was die vervelend? Had Sparta dat even moeilijk, geloof ik. Moeite zich ook mee. Moeite zich niet mee, de bal weggooien. Dat is wel is mooi. Nee, ik ken het Perez toch gelijk. Ik weet niet of hij heeft heel vaak gelijk in het Perez. Ik heb het niet gezien, dus... Dit was het weekend op ESPN, zal ik te kijken. En toen ging het over het seizoen namen ze door. Want dat zit natuurlijk officieel op. En toen kwamen ze uiteraard op Sparta. De revelatie van het seizoen. Dat is wel algemene mening, hè. Van, die veer krijgen we wel in onze Spartaanse bibs. Alleen Perez plaatste daar een kanttekening bij. En die zei van, joh, Sparta, voetballend top. Maar op de banken bij Sparta, de drie trainers, zijn gewoon drie krankzinnigen. Hij zegt, ik heb dat op het veld meerdere keren meegemaakt als ik voor ESPN daar moest werken. En, hij heeft heel weinig wedstrijden. Hij is één keer wel op het kasteel geweest, volgens mij. Maar die misdragen zich. En als jij dan hebt over de Guzman, daarom moest ik eraan denken. Ja. Ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. Ik vind het heel gênant. En jij bent een trainer, moet jij maar antwoord op geven. Als zo'n bank zo ongegeneerd tekeer gaat tegen scheidsrechter, tegen vierde man, tegen assistent scheidsrechter. Hoe ben jij?
Nee, ik ben rustig. Maar ik vind dat Sparta, dat ik ga daar niet in mee met Perez. Ik vind dat Sparta over het algemeen heel... Ik vind Maurice heel chic. Ik vind Maurice heel netjes. Ik vind Nee, dat klopt niet. We hebben het hem hier ook voorgelegd. Ja, ja. Moet je niet wat rustiger aan doen. Nou, ik vind, Hij heeft zelfs een keer fuck overgeroepen. Ja. Met een middelvinger of een vingertje of weet ik. Oké, maar dat is dan heel erg... Denk tegen die Spanjaard. En elkaar niet met Cocu. We kunnen ze ook nog vergelijken. Rijsdijk die de bal uit het veld plukt. We kunnen ze ook vergelijken met de trainer van Fortuna of zo. Ik vind over het algemeen, en dat fuck-off, dat zal ongetwijfeld een aanleiding hebben gehad waarvan ik denk van nou, dat zal wat rechts. Want ik vind Maurice helemaal heel netjes daarin. En ook heel chic en altijd vind ik hem heel correct. Maar hij wil wel winnen. Ja. De kost van alles. En daar zit ook gewoon een klein rood randje aan. Ja, het is wel mooi toch, in die tuinstoelen op het kasteel. Die zetten ze dan helemaal in dat vak aan de voorkant. En ja, ze zijn alle drie zo bloedfanatiek. Ja, het heeft ons wel naar voren geholpen. Maar het is wel een balans. Kenneth Perez, die ik overigens moeilijk vind om hem moreel te volgen. Want die heeft zichzelf ook wel eens misdragen op een hele lelijke manier. He, dus die moet puntje. Ja, ik ga het niet eens zeggen wat hij zei. Nee, maar dus hij zei iets tegen een donkere keer. En het hele weekend zit hij nu morele oordelen te vellen. Denk je van nou, oké, het zal wel. Maar hij heeft hier een klein beetje gelijk. Het was af en toe op het randje. En Twente uit was er natuurlijk overheen. Je kunt geen ballen uit het veld plukken. Maar dat weten we zelf ook wel. Nee, maar als je... Ik denk... Van Jeroen bedoel je? Ja, tuurlijk. Ja, dat was niet handig. Nee. Maar ook grappig. Was het, echt asociaal dan? Het is niet handig. En het is ook misschien wel een beetje... Maar het komt voort uit van... Je wil alles aan doen om absoluut te winnen. Maar was het gemeen? Het mooie van die actie vond ik... Dat in 1 seconde hij iets doms deed. Er een zwalbe van wilde maken. En zijn excuses aan had. In 1 seconde. Dat is knap. Dat is knap. Ja, was goede tv. Hij schrok zich natuurlijk een hoentje. Wist hij veel wat er op dat moment op hem op zou komen. Maar ik vond dat niet... Ik vond het niet, als ik verder ga in de lijn van Perez en van Ruud, dan vind ik niet dat dat bijzonder asociaal is of zo. Zeker niet. Alleen, ik vond het gewoon niet handig. Maar ja. En als jij het door zou trekken, Spartaan van het seizoen, want volgende week maken we de laatste of de ene laatste aflevering van dit seizoen. Dus we gaan jou dit seizoen niet meer terugzien. Volgend jaar misschien wel weer een keertje, lijkt me leuk. Maar wie vind jij de beste Spartaan of de belangrijkste Spartaan van het afgelopen seizoen? Nicolai. Ja? 40 keer de nul gehouden, geloof ik. Ja. Maar ook eigenlijk in alles presteert altijd. Maakt weinig tot geen fouten. En ik vind dat de beste keeper is vaak de keeper die de minste fouten maakt. En hij pakt ook gewoon ballen die waarvan je denkt, zo, had ik niet zomaar zien aankomen. En hij kwam nog wel binnen. Even in de microfoon, Geert. Sorry. En hij kwam nog binnen met het idee van, oeh, ja, hij is niet zo groot. Okoye. Ja, Okoye was natuurlijk groot. Heilig verklaard. Nou ja, maar het is goed wat jij zegt, want wij kijken natuurlijk vaak naar spectaculaire beelden van keepers. Dan zeggen we, dat is een goede keeper. Maar misschien ben je wel geen goede keeper als je spectaculaire reddingen. Maar inderdaad, als je betrouwbaar bent, als je weinig fout maakt, dat maak je een betere keeper, denk ik, dan spectaculaire reddingen. Ja, daar ben ik met je eens. En de keuzes die hij maakt in opbouwen, die zijn bijna altijd goed. Ja, ja. Soms wil hij opbouwen en dan kan het ook, maar hij kiest ook wel eens voor om snel lang te spelen, richten. En dan kijk je naar de trap, nou, die komt dan bij Laurits op zijn hoofd. Nou, dat is heel, heel waardevol. Hij stond 7e in het algemeen klassement, spelersklassement van de AD. Toch niet van de keepers, hoog. Nee, algemeen klassement. Ja. Nee, Hansko had gewonnen daar. Hou je niet binnenboord, toch? Zo'n goede keeper. Nou, waarom niet? Als je bij de andere teams ziet. Eerst jij Sparta. Goeie keeper, man. Ja. Ja. Geld waard. Als ik een andere club zou zijn die hoger staat dan Sparta, dat zijn er tegenwoordig niet zoveel meer. Nee, zijn steeds minder. Maar als ik zie Ryan van AZ, ik zie Rudy van Ajax. Zijn die allemaal beter dan? Die keepers hebben ook allemaal doorlopende contracten. Ja. En die verdienen heel veel geld, want ze zijn buitenlanders. Ja. Dus laat lekker. Olij, hij heeft ambitie. Hij noemt zichzelf ook een passant. Alle voetballers zijn uiteindelijk passanten natuurlijk. Dus, ja. Hangt natuurlijk ook een beetje vanaf hoe de komende 2 weken eruit gaan zien. Hè? Stel, je haalt Europees voor met Sparta. Daar wil je bij zijn. Lijkt mij tenminste. Als je naar een club kan die ook Europees voetbal speelt natuurlijk. Ja. Champions League speelt. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nee, maar dus Sparta van het jaar voor mij, Nicolai. Wat hem ook heel erg siert is, we hadden natuurlijk een paar weken geleden dat gedoetje toen hij heel kwaad werd. He, toen zijn clean sheet eraan ging naar die enorme fout. Toen een tegengoal werd. Hij trapte een bidon publiek in, per ongeluk. Hij is op zoek naar de man die eigenlijk helemaal niet raakte. Maar die een paar spetters op zijn broek kreeg. Net als ik trouwens, want ik zat achter die man. En ik weet niet wie die man is, maar misschien dat die man kijkt. Dus neem even contact op, want Olij wil iets tegen je zeggen. Want hij vond het niet des Olijs en dat ziet hem heel erg.
Ja. Mooi. Ik had nog een sportaar van de week. Ik heb geen idee wie het is. Ja. Maar dat was de man die jou interviewde afgelopen zaterdag na de wedstrijd. Was, normaal gesproken bij Club TV zijn het vaak stagiairs of mensen die, die het heel erg spannend vinden om een microfoon in de hand te houden. Ik weet niet wie dat was, maar ik vond dat hij dat... Wie? Sven heet hij. Sven heet hij. Nou, Sven, bij deze... Ik weet niet wie je bent, maar ik vond dat je goede vragen stelde. Ja. Hartstikke goed. Anton, je lijstje, wat heb je nog voor andere zaken? Nou, het AD elftal van het jaar. Er stonden er 3 in van Sparta. Dat is ook mooi, van Kroij, Laurits en Pinto. Nou, dat is ook lang geleden hoor, dat er 3 spelers daarin hadden. Ik denk de jaren 80, waarschijnlijk. Nou, inderdaad. Van Kroij mag wel zijn vorm weer vinden. Ja, ik vind het wel opmerkelijk dat Van Kroij, die staat er op basis van de eerste helft van het seizoen in, dan met name. Want dat is wel echt een zorg, hè? Hoe hij... Nou, ik hoop dat hij zijn kop er weer bij heeft. Ja, hoe ga jij daarmee om als trainer? Want je hebt een speler met een enorm goede trap... Ja. Ja. Maar die het voetballend de laatste weken niet meer laat zien. Bepaalt dan die goede trap zijn plek in het elftal? Niet altijd. Hangt ook van de wedstrijd af. Dus hangt ook af van, is dit een wedstrijd waarbij er veel overtredingen komen? Waarbij we veel corners gaan krijgen? Of is het waarbij we wat lager op het veld komen te staan? Waarbij we wat minder richting het aanvalsgebied komen? Ja, dan zou je kunnen zeggen van, nou, dan heb ik liever even een andere. Ja, maar... Hey, Sparta wisselgeld. Dat wou ik net zeggen. Dat was mijn volgende. Ja, stel dat je zegt, oké, ik kies niet voor Van Kroij. Dat was de vraag. Wie dan wel? De vraag. Melkerse of Tahiri? Ja. Nee, dat is toch ook gelijk het dilemma bij dit Sparta. Er is gewoon te weinig keuze. De bank is niet breed genoeg. Nee. En dan vanuitgaande dat je misschien wel spelervattingen van Utrecht moet zien te winnen, moet je hem echt laten staan. Gekke werk om hem eruit te halen. Dus als je dan over Spartanen van het jaar hebt, zou je ook kunnen zeggen de medische staf die ervoor gezorgd heeft dat Sparta dit jaar te maken had met een minimum aantal blessures. Want als deze ploeg geconfronteerd zou zijn met een groot aantal blessures, hadden we een probleem gehad. 1 golf had het genekt en die is uitgebleven, dat klopt. Ja. Ja, maar dat heeft niet alleen medisch, maar dat heeft ook de trainerstaf en de spelers zelf. Dus die beseffen heel goed hoe zij door een week heen moeten komen om uiteindelijk weer toppen aan de wedstrijd te verschijnen. Ja. Maar ook weer in het herstel richting de volgende. Dat is sowieso een groot compliment richting Sparta om dat zo voor elkaar te krijgen. Er is 1 ding waar we het wel even over moeten hebben, is Koki Saito. Is door ons bij Rijnmond toch verklaard als hij blijft. Maar Sparta doet er nog twijgen. Zei ik inderdaad, dat hoorde ik vorige week. Het is toch geen kanaar, hè? Het is toch wel echt dat hij blijft. Volgens mijn informatie blijft hij inderdaad, ja. Oké. En waar wachten we dan op? Op de witte rook van Sparta. Ik heb er nu deze week niks over gehoord. Maar vorige week hoorde ik het inderdaad dat hij waarschijnlijk nog een jaartje bij Sparta gaat blijven. Ja, dan hangen we de vlag uit. Het is positief hoor, dat je dat meldt. Ja, nou ja, het is positief als het helemaal waar is natuurlijk. Ja. Het zou wel geweldig zijn. Knap. Knap van Sparta dat het lukt om hem aan boord te houden. Ja. Want als je het hebt over Spartanen van het jaar... Ik zit dan op de Dennis Neville, waar je echt van geniet, is van Koki Saito. Ja, snap wat hij doet met mensen op de tribune, ook met al die kids, dat is echt magisch. Nu al voor volgend jaar. Voor volgend jaar al 4500 seizoenkaarten verkocht. Dat is voor Sparta heel veel. Ja, hè? Ja. En dat is, maar is logisch, een cijfertje van een paar dagen geleden. Dus ja, het zal wel hoger zijn. Als je zesde wordt, dan gebeurt dat, logisch. Ja, mensen willen erbij zijn. Mensen willen erbij horen. Nou, dat zeg jij nu, maar ik zag gisteren, na het seizoen, na de bekerfinale, 96, toen hadden we gemiddeld 4500. En toen was Sparta heel blij, want het seizoen daarna was het gemiddelde 4900. Ja, maar ja, toen hadden we servers 0,0. Ja. Toen hadden we gewoon een lelijk stadion. De mensen wilden niet. Wat totaal niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. Daar ga je niet voor je lol zitten. Moet je echt een Spartaan zijn, wil je daar gaan zitten. En nu hebben we een stadion. Wat wel service biedt op meerdere vlakken. En dan voel je je ook prettig om daar te zijn. Hè? Ja. Maar de sloot geld die binnen is gekomen nu al, die is echt stevig. Voordat we naar Utrecht-Sparta gaan, heb je nog andere punten? Zal ik hem eens omdraaien? Nee, ga maar even naar Utrecht-Sparta. Ja, dat is belangrijk. Ik had gisteren nog even contact met Gerard Nijkamp, omdat er een naam zingt rond Sparta. Dat is een rechtsback uit Amerika, Brian Reynolds. Ja, Brian Reynolds. Ja, goede acteur. Geen Ryan Reynolds, maar Brian Reynolds. Nou ja, via mijn Amerikaanse connectie is het heel makkelijk om te checken. Hoe is hij? Wat kan hij? Even voor de duidelijkheid, Greg Berhalter, bondscoach, is een maatje van jou. Die heeft hem 2 keer geselecteerd als rechtsback in het Amerikaanse elftal. En hij is recent nog een keer geselecteerd. En heeft dus 3 interlands op zijn naam staan. Door AS Roma verhuurd aan Westerlo. Weet je, dus dan ga je een beetje verdiepen en dan wil je weten van Nijkamp wanneer dat dan eventueel rond gaat komen.
Maar dat blijkt totaal niet aan de orde te zijn. Nee. Totaal niet. Het staat op geen enkel lijstje volgens de TD van Sparta. Gek. Misschien had hij er helemaal niet van gehoord zelfs. Ja. Het was een twitteraar die per ongeluk Sparta Praag bedoelde, geloof ik. Hè? Ja. Er ging iets mis. Ja. Dus, een beetje als de broer van Mazur. Vooralsnog is er van Brian Reynolds geen sprake. Nee. Nee. En waar we het echt over moeten hebben is het theaterstuk deze zomer op het kasteel. Ja? Mag dat nu of doen we dat dadelijk? Wat jij wil. Nee, pak hem maar gelijk. Deze zomer wordt er een stuk naar een tekst van Gilles Deelder gespeeld op het kasteel. Dus als het seizoen klaar is, gaan ze een heel hoog podium bouwen. En dat is iets om heel erg blij van te worden. Want het is een hele goede groep acteurs met een hele beroemde regisseur, Johan Simons. Die werkt over de hele wereld. En dat stuk wordt opgevoerd vanaf 23 juni. Dat heet Ridders. Dat is dus een tekst van Deelder. En je gaat eerst eten. En dan loop je door het oude kasteel naar de loge. Hè, de oude ereloge. En boven. Daar is het podium aan vastgebouwd. En daar kijk je naar een toneelstuk. Ja, dat eigenlijk vol zit met Sparta knipogen. Het is echt fantastisch. Eind juni, begin juni. Eind hè? Juni. Hoeveel keer? Zes keer? Vijf of zo? Keer. Vijf keer. Dus 23 juni, 24, 28 en dan 1 en 2 juli. En hoeveel mensen kunnen daar dan naar gaan kijken? Ik geloof 150 per voorstelling. 150? Ja. Oh, dat is niet veel. Nee. Dat kan je wel uitverkopen. Je weet hoe breed die tribune is natuurlijk. Dat zijn een stuk of vier rijen. Ja, dus dat is best wel intiem. En tegelijkertijd gaan ze voor dat stuk het hele veld gebruiken. Dus je ziet van alles gebeuren. Ja, waanzinnig. Oh, jij gaat. Het mooie hoor is, ik. Ik ga zeker. Nou ja, iedere avond. Ja. Ik ken die theatergroep en ik ken Sparta. En maanden geleden zei ik tegen iemand van die theatergroep, je moet eens wat met Sparta, dat zou toch magisch zijn? Nou, dat is op zijn Rotterdams gegaan. Want een week later zaten ze bij La Ros, die het een goed idee vond. En nog een week later hadden ze dat stuk van Jules. En weer een week later hadden ze dat podium bedacht, dat meters hoog is en heel erg breed. Prachtig, toch? Mooi. Dus wij worden uitgenodigd? Wij gaan. We gaan zeker. Oh, ja. Oh, we gaan al. Ja. 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 Ik kijk niet naar mij. Jij gaat mee. Nee. Ja, jij hebt je contract ingeleverd. Nou. En dat was het lijstje? Dat was het lijstje. Dat was het lijstje. Nou, dan gaan we voorspellen. De glazen bol. En eventjes in de tussenstand gedoken. Ja. We hadden allemaal voorspeld dat Sparta zou winnen bij Groningen. Niemand had de eerste doelpunten maken goed. Tussenstand nu is 28 punten voor mij, 23 voor Ruud en 14 voor Anton. Oftewel, je gaat niet meer winnen. 1200 Spartanen in het uitvak. Ja. Aankomende donderdag. 19 bussen. 19 bussen. Ja, vanwege allerlei veiligheidseisen gaan ze. Kom in rood-wit, belangrijke eis. Oh ja, dat is goed. Is ons gevraagd te vragen. Kom in rood-wit. Nou is Utrecht ook rood-wit, dus iedereen is dan in het rood-wit. Maar 19 bussen en vanwege al die veiligheidseisen, ze gaan in clusters rijden. Moeten ze geloof ik om 16:45 al verzamelen. Voor een wedstrijd van 9 uur is dat best vroeg. Maar het is vooral een gigantische mensenmassa. 1200 man voor een uitwedstrijd. In welke bus zit jij? Nee, ik ga undercover op een gewone tribune. Nee joh. Ja, echt. Waarom niet in het uitvak? Heb je te weinig punten? Nee, dat had ik wel gered volgens mij met mijn punten. Maar dat vind ik leuk. Undercover gaan. Kijk hoe het daar gaat. Kees van der Spek hebben we hier. Kees van der Spek. Maar ik heb er wel echt zin in. Ga jij eigenlijk niet hoe de kaartverkoop bij Utrecht gaat? Nee, maar je bent wel Spartaan geworden, heb je gezegd. Zeker. Ja. Dus je zit lekker. Wel kijken, toch? Ja, moet je elke wedstrijd. Nou, moet je niet elke wedstrijd, bij deze wel. Ik heb morgen de afsluiting met mijn spelers en staf van Jong Sparta. En dat gaan we goed proberen af te sluiten. En, gaan we wel kijken dan toch met elkaar? Daarna gaan we wedstrijd kijken. Zeker. Ja, precies. Ja. En jij, Ruud? Ik ben er niet. Ik ben zondag wel met het hele gezin op de Tonnie van Ede tribune. En daar verheug ik me zeer op. Vind ik echt leuk. Zes uur. Zondag 6 uur. En morgen gewoon lekker radio aan en tv aan. En dan geniet ik ook hoor, thuis op bankie. Dat is mooi, want alle oudspelers leven ook mee. Ik kreeg een bericht van Daryl Roberts. Ken je die nog? Ja, dat is wel een van de cultspelers van. Waar woont hij dan nu? De laatste tijden in Turkije volgens mij. Oké. Okay. Ja, dus hij schreef. Everything is okay with me. So happy to see the first team doing much better this season and hope they can push for a place in Europe. How has the atmosphere been like there? Nou, dat moet ik nog even uitleggen, dat de sfeer op het kasteel geweldig is. Mooi, toch? Maar waarom heb jij met Daryl Roberts? Omdat ik bezig ben met een rijtje cultspelers. Oh, en voor daar een, is kom, hij er een van. Er komt weer een boekje aan? Ja, ik ben aan het broeien opeens. Ja. En ik ben ze aan het opzoeken en aan het benaderen. En ik hoop. Het zou echt geweldig zijn als we wat van die cultspelers hier ook eens te gast zouden hebben. Wie is een cultspeler dan? Want voor mij zit er eentje naast me nu. Maar... Ben jij een zeggen. Cultspeler? Ben je... Ja, niet bij Sparta, denk ik. Nou ja. Ben je al uitgenodigd? Je moet er nog terugkomen op zijn Fraser en Stijn, toch? Ja, daar zit hij al heel lang op te wachten. Nee, ja. ik wacht gewoon rustig af. Heb je hem al of niet? Ja, zeker. Nou, ga je gang. Nou, ik moet zeggen... Bij Frezen vond ik het heel interessant hoe hij zijn stafmanager en hoe hij iedereen belangrijk maakte op zijn manier. En uiteindelijk
hoe hij van daaruit ook een plan van aanpak maakte richting wedstrijden en richting langere termijn. Bij Maurice is mijn rol net even wat anders, omdat we niet meer bij Vrezen zaten, we ook allemaal in hetzelfde kantoor. Dat was voor ons wel heel leerzaam en heel prettig, want dan zie je de dagelijkse business, hoe dit gaat bij een eerste elftal. Bij Maurice is dat iets anders, maar wat ik van Maurice heel interessant vind, is omdat hij was er ook een keer in wedstrijd niet en dan blijft het gewoon hetzelfde. Dus de speelwijze is gewoon dusdanig duidelijk en logisch voor iedereen dat het ook kan zijn dat Maurice een keertje er niet is en dat het elftal helemaal niet anders gedraagt of anders doet of anders speelt. Nou, dat vind ik wel heel boeiend. Hoe vind je dat Maurice is omgegaan met Tahiri? Dat is toch wel een van jou, jongens. Ja, wat bedoel je die vooral precies? Heeft laten warm lopen, maar niet... Ja. Ja, maar kijk, het is natuurlijk geen speeltuin. Je gaat bij een eerste elftal en daar gaat het om wedstrijden winnen. Ja. En uiteindelijk gaat het om series neerzetten. En uiteindelijk gaat het om de hoogst mogelijke ranking neer te zetten. Kijk, dat als wij dat doen in de jeugd of met spelers, ja, dan is het een ander verhaal. Alleen dat hoort gewoon ook bij het eerste elftal. En hoe lullig ik het ook vind, ja, dat is de manier hoe Maurice werkt. Dus wat ik er ook van vind, dat heeft helemaal geen waarde. Nee, maar jij hebt wel te maken met misschien wel een teleurgestelde speler die dan bij jou weer... Tahiri ken ik heel goed. Ik heb hem 5 jaar train ik hem al. En zo zijn er meer jongens die ik al 5 jaar train. Dat is onder andere ook een reden om te zeggen van nou, misschien is het ook wel goed voor... Of de spelen of voor mij om eens wat anders te doen. En uiteindelijk heb ik een dusdanig goede band met hem dat ik hem uitstekend kan motiveren wanneer hij met ons meedoet. Maar wie was het nou? Iemand, ik weet niet meer wie. Jos van Eck over Tahiri? Jos van Eck volgens mij. Weet je wel, die zei hele aardige jongen, punt. Oftewel, hij kan niet zo goed voetballen. Nee, maar Jos is wel betrokken bij de organisatie. Dus dat zijn wel klappen die jongen krijgt. Ik vind dat ook op ITW. Ga je iets anders zeggen? Tahiri heeft bij ons dit jaar 15 wedstrijden meegedaan. In Jong Sparta. En hij heeft in de eerste 10 wedstrijden 10 goals gemaakt. En dan is het dan zo groot zeggen, dat je bij Sparta niet... Nee, maar dan Sparta kunnen we zeggen van... we vinden hem niet goed genoeg. Oké, maar bij Jong Sparta is hij zeker goed genoeg. Hij schiet er 10 in 10 wedstrijden. Nee, maar ik vond dat hij een soort van boksbal werd. Weet je, als het even tegen zat bij Sparta en hij had zijn minuten gemaakt... dan ging het altijd over hem. Ja. Dus, wat ik zeg op een supporterswebsite, andere mensen... Mm-hmm. Het ging altijd over Mo Tahiri. En dan dacht ik, dat moet wel wat met je gestel doen. Zeker. Als een jongen uit de wijk. Ja. Dus, werd ook wel een beetje als de nieuwe Messias verkocht. Hè? Dat is het talent dat je toch wel mee bij ons kan gaan maken. Een paar jaar geleden wel, je wel rond, zeker. Ja. Zeker wel. En Melkerson, wat heb jij natuurlijk ook mee te maken gehad als een jongen die komt uit Schotland. Die denkt van nou, ik ga lekker in het eerste van Sparta spelen. En dan speelt hij in een nagenoeg leeg stadion. Dat is een hele andere jongen dan Mo Tahiri. Maar dat is een jongen die al wat langer op het hoogste niveau heeft gespeeld. Dat zie je in zijn... Hoe hij wedstrijden beleeft en hoe hij rondom wedstrijden zich beweegt en hoe hij dingen doet. Professioneel bedoel je? Echt heel professioneel. Ja. En ik moet zeggen, ik vind het geweldig ventje. Alleen, hij heeft 2 keer met ons meegedaan. Ja, en 2 wedstrijden, zeg maar. 1 training, geloof ik. Dus dat is niet eerlijk om daar een heel waardeoordeel over te vellen. Omdat hij, is niet ver, gewoon te weinig gezien. Alleen, de omgang die ik met hem heb gehad, geweldig. Echt. Voelt een beetje nu alsof we op terweggen zitten. Ik weet niet of mensen het horen, maar er wordt even geboord hier naast ons. Nee, ze zijn er met de straat bezig en ze zijn even met zo'n apparaat het zand aan het Oh, dat is het, ja. Egaliseren. Ja, je zit daar... Ik zit in de bouw. Heb je daar een contract getekend? Ben je een beetje handig, Geert, of niet? Doet hij het goed? Nou, met je handig. Beetje... Als je kapotte lijf moet jij geen straten maken. Nee. Hey, maar jongens. Lijf ook. Utrecht Sparta. Ja. We gaan voorspellen. Ja. Ja, jij raakte hem aan. Van we gaan het over Utrecht Sparta hebben. We hebben gezegd hoe we het gaan beleven. Voorspellen. Maar meer niet. Dus, nee, daarom. Dus ik wil graag van jullie. Moeten we het niet even hebben over hoe we Utrecht moeten bestrijden, bijvoorbeeld? Nou ja, ga je gang. Want het verleden. Biedt niet heel erg veel houvast. Nee, wat was het ook alweer? 44 keer gespeeld daar, 6 keer gewonnen. Ja, vind ik nog veel. In de Eredivisie. Ik denk dat je jongens Utrecht mee hebt gerekend. Je hoeft daar ook niet te winnen. Nee, hè? Kijk. Moet thuis winnen. Ja. Moet daar een gelijkspel uitslepen. En als Sparta 1 ding goed kan, is het op de 0 spelen en het kan goed verdedigen. Ja, alleen niet tegen Utrecht. Nee, maar ik denk je zit er lekker in. Nee, maar ik ben heel negatief over Sparta in combinatie met Utrecht. Omdat we namelijk bijna altijd verliezen. En op het kasteel hadden we niet hoeven verliezen. Maar ging Adil over de schreef en verloren we alsnog. Mm-hmm. Wij doen het gewoon heel vaak niet goed tegen FC Utrecht.
Dus daarom ben ik niet hoopvol. Tuurlijk, ik hoop dat we winnen. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik moet dit is toch supporterspraat? Ja, nou ben ik geen supporter dan. We hebben toch een goed team. Dit is wel mooi, dit is de omgekeerde wereld. Ja. Ja. Anton die Ruud beticht van supporterspraat. Wanneer het uitkomt, de supporter. Wat is dit nou? Ja. Nee, maar ik bedoel... Ons team is toch beter dan dat van Utrecht op dit moment? Ja, maar in Galgenwaard, de laatste keer dat we er gewonnen was, voor mij nog in de oude Galgenwaard, even gechargeerd gezegd. Dat was sowieso vorige eeuw, denk ik. Nou Anton, even een beetje positiviteit erin. Waarom gaat Sparta daar winnen? Ik denk dat Sparta blaakt van het zelfvertrouwen. En dat Sparta nog achterover kan leunen ook. Utrecht moet het werk gaan doen, het noeste werk. Nou, daar zijn ze niet heel erg goed in. Het is echt wisselvallig daar. Nou, daar kunnen we van profiteren. En wat jij zegt, dan kunnen we met een eigen huis, en het zit helemaal vol, het is al uitverkocht, gewoon netjes afmaken. En dan gaan we op naar die volgende Engert. Ja, Twente, dat is hetzelfde verhaal. Ja. Kan je weer met je supporters emotie... Nee, maar als we een puntje meenemen, zoals hij zegt, dan moet je echt handen dichtknijpen. Hoor. Ze hebben de topscorer van Nederland. Nou, de druk ligt ook op Utrecht. Hè. Kijk, Utrecht moet Europees halen. Sparta moet niet. Sparta wil graag. Dat is een andere druk die je mee kan brengen. Een lekkere positie dus. Ja, zeker. Maar dan speel je ook nog de eerste wedstrijd in Utrecht. Nou, waarbij Utrecht ook dit seizoen wel heeft laten zien dat ze wel wat moeite hebben met de druk om die, om die waar te maken. Nou, Van Hoorn geschorst volgens mij. Ja. Dus qua lengte in koppen komt Laurits ook weer net even wat beter uit. Misschien speelt hij Van de Marel wel. Nou, dat is een goede speler. Al jaren. Maar in de lucht misschien wat kwetsbaarder dan Van de Hoorn. Dus ik denk dat Sparta gewoon moet doen. Wat ze eigenlijk het hele seizoen al doen. Wat hun goed maakt. En uiteindelijk moet je tevreden zijn als je daar een punt weghaalt. En dan kan je zondag met de supporters erachter kan je een weergaloze wedstrijd neerzetten. En jezelf de finale in spelen. Spakenburg ging daar ook als winnaar van het veld af. Hè? Weliswaar na verlenging, maar toch. Ja. Ja. Ongelooflijk, hè? Wat denk jij dan? Ik denk dat het heel lang 0-0 blijft. Ja. En dan net voor tijd 1-0 Tuvikas. Oké, maar dan heb je nog steeds kans. Dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik. Maar goed, ik heb nu mijn voorspelling gedaan. Nu zijn jullie. Jij zegt 1-0 Doefikas. Ja. Ik zeg 1-1. En dat denk ik dat Utrecht wel als eerste scoort. Dan hou ik het ook op Doefikas. Ik ga voor 0-2. Ik denk dat wij geweldig counteren en juichend naar huis gaan met die 19 bussen. Doelpunt te maken? Laurits. Geert? Ik denk dan... ik wou eigenlijk 1-1 zeggen, maar ik ga nu wel even... Ik ga wel even iets anders doen. Ik doe 2-2, want ik zit hier net te verkondigen dat het gelijkspel goed is. Dus raar zoals we nu zeggen, wordt 3-0. Voor Sparta. Nee, 2-2. En ik denk dat Sparta 1-0 voorkomt. En dan uiteindelijk 1-1, 1-2. En dan op het laatste worden nog gelijk. Maar ja, voordat wij weer een podcast maken, is ook geweest. De return al gespeeld. Ik denk namelijk wel dat Sparta gaat winnen, uiteindelijk. Ja, het zou zo mooi zijn. Ja. En we zitten sowieso volgende week met Laros en Nijkamp. Laros en Nijkamp. En dan is het of voorbij of we zitten er nog in. Ja, wat een verschil. Nou, ik zeg dat we 2-0 gaan winnen op het kasteel. Maar dat is mijn hoop. Dat is echt mijn hoop tegen onze angstgekenen. 2-0 winnen en dus dat we hier volgende week met vrolijke gezichten zitten. En dus zeg ik dat Lauritsen de eerste scoort. Ja. Hij heeft weer een keer gescoord, hè? Dus Lauritsen heeft het weer te pakken. Was niet een hele moeilijke, die had ik ook gemaakt. Maar... PSV is afgehaakt voor hem, hè, zag ik. Ja. We gaan voor Peppi van FC Groningen. Ja, prima. Ja. Dus, die hoorde hebben we genomen. In onze ik denk dat het 2-1 gaat worden. Aankomende zondag. Met eerste doelpunt van Vito van Krooi. En dan dat het Pingels gaat worden. Net als ooit in de beker. Nou, lekker dan. En dan nu? En dan nu Olij als de grote held. 17 maart 2004. Maar doen we dan een John Heitinga? Dat hoeven we niet te trainen. Of gaan we het voorbereiden? Nee, gewoon trainen. Toch, Pingels, moet je toch wel op oefenen, lijkt mij. Zeker, zou ik wel doen, ja. Anton, jou als laatst? Of en Geert ook nog even? 1-1 thuis. 1-1 thuis? Ja, gezien de 0-2 hebben, dan gaan we glorieus door. Dat is wel mooi, die 17 maart 2004, die legendarische bekerwedstrijd. Kan je hem nog herinneren? Of ben je daar 2 jaar te jong voor? Welke was dat? Dat was Sparta na 90 minuten 2-2, na verlenging 3-3 en dan strafschoppen, halffinale beker. Ja. Sparta-Utrecht. En Utrecht wonnen, en de winnende strafschop werd gemaakt door een man die ik nog iedere zaterdag tegenkom bij Theo GB, omdat hij daar jeugdtrainer is. Sandro Calabro, die scoorde voor Utrecht toen de winnende. Nee. En toch iedere keer moet ik er weer een beetje aan denken als ik hem zie. Dit is toch zaakwaarnemer geworden? Ja, verder een wereldgozer, dus helemaal niks op aan te merken. Maar iedere keer gaat dat toch even door mijn hoofd, want dat is toch wel een van de mooiste voetbalwedstrijden in zijn algemeenheid die ik ooit gezien heb. Sparta-Utrecht. Het is misschien de mooiste verliespartij van Sparta ooit. Ja. Zo heroïs. Want jullie denken dat Sillissen zijn hoofd hard tegen de paal kan stoten na een fout. Zo. Maar Ricky van den Berg toen hij die strafschop miste. Dat was ik ook bij, kasteeltribune zat ik toen. Ja. Dat is mooi.
En dat was natuurlijk in onze donkere dagen. Gewoon, Toen lieten we onszelf een keer zien. Toen het jaar daarna promoveerden we. Dus dat was onder Mike Snoei. Toen ging het allemaal wel wat beter. Toen waren we niet in de grauwe middenmoot van de keukenkampioen-divisie. Toen speelden we wel een rol van betekenis en haalden we ook play-offs en zo. Dus ja... Weemoed in zijn ogen. Ja, ja, mooi is dat. Ik zit echt veel even kijken naar... 10 jaar geleden, prachtig. Ik kan daar 1000 verhalen over vertellen, over die wedstrijd. Dus, nou, daar is deze podcast nee, voor. Nee, we zijn al lang bezig en we hebben nog andere dingen, toch? Zo is het. Zo is het. Wat wil je nog kwijt? Ja, ik moest nog... Een voorspelling, toch? Ik denk dat het knots gek wordt. 4-2. Zo. Ja, maar dat is de returns. De returns zijn altijd knots gek, want dan gaan alle remmen los. Ja, en dan maakt het niemand ook meer uit, want dan ga je er vol voor of niks. Dat zal je straks ook weer zien met de Almere VVV. Ja. Dat was gisteren natuurlijk. Maar deze denk ik ook dat het 1-0 elke keer gelijk. En uiteindelijk wordt het 3-2 voor Sparta. En dan gaat Utrecht Fabank. En dan koudertje joh. Tahiri. Mooi. Romantisch. Het is hem wel gegund in ieder geval. Zeker. Ja. Wat wil je nog kwijt, Ruud? Nou, aan het slot wil ik toch nog even gewoon hoe jij alles ervaren hebt anderhalf jaar geleden met jouw schoonvader toen. Want dat zal thuis bij een familiediner toch echt wel eens te sprake zijn gekomen van hoe Sparta met Henk van Steen omging en hoe Henk van Steen met Sparta omging destijds. Ja, het is mooi dat mensen verwachten dat daar heel veel... Misschien niet heel veel, maar af en toe maar dat wel. Ik daar dingen van af weet. En dat is wel grappig, want dat hebben we aan het begin van de... Want je weet dat je er bij Sparta kon werken en dan ga je ook met elkaar te maken hebben. En daarmee spreek je dingen af die we. En dat vind ik wel mooi aan Henk. Henk is super discreet. Die houdt alles heel netjes bij waar het moet zijn. En voor mij was het heel prettig, omdat het ook wel eens zou kunnen gaan over het verlengen of niet verlengen van een bepaalde trainer, een bepaalde speler. En als ik het dan wel weet, en ik kan het niet zeggen, dat brengt mij in een hele benauwde situatie. En dus ik vond dat altijd heel prettig, dat ik dat nooit wist. Waarbij ik gewoon streed en eerlijk kon zijn naar mijn collega trainers toe. Omdat ik het gewoon echt niet wist. En daar ben ik Henk ook wel dankbaar voor zijn discretie in die zin. Van zijn werk. Dat snap ik heel goed. Maar dan is er het moment dat er stront aan de knikker is. Ja. Dat moet iets gedaan hebben met de sfeer in huizen van Steen. Nee, dat is het grappige. Want dat was niet zo. Hetgene wat jij wist meer dan ik. Hij zat er meer bovenop dan ik. Ja. Maar we hebben Henk hier gehad. Hij was wel heel emotioneel. En dat kan niet dat hij dat thuis dan niet is. Dat ja, maar is moeilijk ik woon te niet met Henk. Nee. Maar wel tegenover. Ja, je woont toch in dezelfde straat. In de buurt. Ja. En dan hoort het geschreeuwd hoor. Wel in de buurt, nee. Maar dus ik heb ook wel een eigen leven, hè. Ik zit niet elke dag bij Henk in de tuin, wat denk je? Dus, Henk zit wel elke dag in de tuin, want die kop wordt steeds bruiner van Henk. Niet bij mij. Nee. Dus, nee, maar jij zei dat Henk emotioneel was. Ik vond juist dat Henk daar juist heel erg goed mee omging. En zoiets veel. Mijn liefde voor Sparta is groter dan mijn gekwetstheid. Ja, zeker. Maar in FC Rijnmond hier was hij natuurlijk wel degelijk emotioneel. Nou, dat was eigenlijk vlak moment, voordat dat schipbreuk ging leiden. Voor dat het gebeurde. Ja. Zat hij er natuurlijk wel emotioneel in. Zeker. Als jij een discussie krijgt met iemand binnen de organisatie en dat daar slaande deuren bij je aan te pas komen, dan zit er iets van emotie in natuurlijk. Ja, dus nogmaals, ik kan met alle eerlijkheid zeggen dat ik daar weinig van meegekregen heb. In die zin dat ik niet wist wat jullie bijvoorbeeld wel al wisten. Dat ik dacht, dat is ook weer gebeurd. En je krijgt wel pop-ups van media en wat er gebeurt. Alleen, ik ben super blij dat ik daar inhoudelijk gewoon heel weinig tot niks van wist. Want anders was het misschien voor mij ook wel ongemakkelijk geweest om daarna nog door te werken bij Sparta. Dat is het nooit geweest, gelukkig. En ook met de mensen die na Henk zijn gekomen, heb ik een prima band opgebouwd en een geweldige samenwerking gehad. Het is wel de mooiste club van Nederland, toch? Nou, wat betreft de trainerschap, wat ik heb ervaren, is Sparta inderdaad de mooiste club van Nederland. Hoe ga je nou daar je contract in leveren? Dat vraag me dan af. Op een gegeven moment ga je bij Manfred binnen van Manfred, ik stop. Ambitie. Het is ook zo dat je... Probeer ze niet binnenboord te houden. Ambitieus. En ik heb het nu 3 jaar Jong Sparta getraind. Dat noem nog eens een trainer die 3 jaar bij Jong Sparta traint. Dus je komt heel veel uitdagingen tegen die je gewoon op een gegeven moment ook wel een beetje zat bent. Maar ook... aan de andere kant, heb ik net ook gezegd, ik besef ook wel weer dat het mooiste job is waarbij je UEFA gelicenseerd moet zijn. Dus als hoofdtrainer. Dus je speelt op het hoogste amateurniveau, net 1 onder de KKD. Je hebt geweldige gasten die super ambitieus zijn, die hard willen werken, hard willen trainen. En waarbij we ook nog een bijdrage hebben om proberen richting het eerste elftal jongens af te leveren. Nou, en ook dit jaar hebben we een aantal debutanten gezien. Vorig jaar hebben we een aantal debutanten gezien. Maar goed, dat geef je dus nu op.
Ja, we gaan nu wat anders Jij bent aan Manfred gaan vertellen, daar stop ik mee. Ja. Ja, vind ik nog een besluit. Ik ben benieuwd. Ja, ligt eraan wat het alternatief is. Als hij assistent van de Vriezen wordt in de Eredivisie. Ik ben natuurlijk Jij gooit geen nieuwe schoenen weg voordat je jou hebt. Nee. Andersom. Nou, anders had ik je anders gezegd. Ja. Dan had ik gezegd, ik was echt klaar mee. Ik vond het niet meer leuk. En ik had het, dan kan het wel. Alleen, dat was niet zo. En er is wel wat spelende. Alleen, ik kan nu nog geen duidelijkheid geven over wat ik volgend seizoen ga doen. Want dat is gewoon niet ver richting de mensen. En omdat het nog niet klaar is. Dus dan ga ik zomaar druk zetten op mezelf en op desbetreffende andere partij die gewoon nog niet nodig is om dat te doen. Ik vind het een logisch verhaal. Ja, toch? Ja. Eind deze week of wanneer dan ook lezen we wel wat het is geworden. En dan snappen we dit beter. Ja. Want jij moet nog wel gewoon werken, hè, voor in de rest van je leven. Je bent niet financieel onafhankelijk, denk ik. Ik heb bij Heerenveen gespeeld. Dordrecht. Ja. Bij Dordrecht gespeeld? Oh. Excelsior. Nee, zeker. Ja, toch? Gelukkig maar. Vooruit. Gelukkig maar. Wees blij. Ja, ik vind dat wel... Wees blij dat je nog moet werken. Nou, ik vind het prima. Ik vind het echt heel erg leuk. Ja. En ik zie het ook niet... Ik zie het wel eens als werk, maar dan zit je meer in de maanden januari, februari. Weet je, dat het precies. Koud en grill is en dan een vliesje twee keer op rij, dan is het werk. Tuurlijk. Als je een advies mag geven aan Gerard Nijkamp, wat voor type trainer past bij een jong ploeg? In dit geval bij jong Sparta. Ik denk ook een jonge trainer. Zeker, want dan kan je goed levelen met de jongens. Een trainer die kan schakelen, dus die op verschillende... Want je zit met verschillende platformen te schakelen. Dus je hebt te maken met jeugdopleiding, je hebt te maken met het eerste elftal, je hebt te maken met je eigen staf, je hebt te maken met jonge spelers die dan bij 1 zitten, dan terug bij jong, dan weer bij onder 18. Dus je moet wel schakelen daar, maar wel opleidingsgericht denken. Dus probeer jongens echt te helpen in hun ontwikkeling. En dat is niet alleen beter leren voetballen of beter leren aannemen, beter leren ook leren winnen. Leer je gedrag aan te passen om wedstrijden te gaan winnen. Want dan kom je straks bij een eerste elftal training. Dan gaan oudere jongens denken, zo, deze jongen doet er alles aan om te winnen. Deze pakken we eens even vast en hier gaan we mee aan de slag. Zo werkt dat gewoon. Dus ik zou voor zo'n type trainer gaan. Ja. En is jouw uiteindelijke ambitie om hoofdtrainer te worden in de Eredivisie? Voor mooie ik ben benieuwd waar het pad me naartoe leidt. Ja. In die zin, ik zou wel heel graag het diploma willen hebben. Dus coach betaald voetbal, daar wil ik heel graag voor gaan. En dan heb ik eigenlijk alle diploma's die nodig zijn. Zodat ik alle... dingen kan aanpakken die op mijn pad komen. Alleen, ik heb nu niet zoiets van... binnen 3 jaar wil ik op eigen benen staan in betaalde voetbal. Nee, dat heb ik helemaal niet. Ik wil het gewoon weer ervaren, de volgende stap maken... en uiteindelijk zien we waar dat naartoe gaat. En als me dat blijft trekken om de beslissingen te nemen... maar ook de druk te krijgen... ook rekening houden met dat je minder met voetbal bezig bent... maar meer met randzaken. Dat is wel wat hoofdtrainerschap inhoudt. Ja, dan gaan we daarvoor, maar anders niet. Weet je wat jij enorm voor hebt... Jij bent verbaal heel erg sterk. Zo. Echt heel erg sterk. We hebben het ervaren, Ruud. We hebben samen Sparta NEC gedaan voor de radio. Was jij analist? Deed je ook hartstikke goed. Vond Sparta eigenlijk niet zo leuk, hè, dat je je mening over spelers van Sparta 1 ging geven. Nou, gelukkig won Sparta die wedstrijd ook. Ja. Maar jij verkoopt jezelf zo goed. Je kan nadenken over het spelletje en het ook nog eens over woorden. En dat is niet heel veel trainers gegeven. Nou, misschien is dat dan wel een van de sterke punten die ik heb, ook richting mijn spelers. Want ik merk wel, ook dit seizoen heb ik ook in dat interview gezegd, dat elke speler beter is geworden dit jaar. Dus mijn job is super waardevol om jongens te helpen. En zij moeten hun pad gaan volgen en uiteindelijk hun ambities en dromen najagen. Daar ga ik nooit aankomen. Maar ik ga ze alleen proberen te helpen. En daar moeten we wel duidelijk in zijn. Het is niet altijd leuk. Ja, als je het zo hoort, is het gek dat je wegloopt of heeft Sparta geprobeerd je te behouden? Hoe ging dat gesprek bij Manfred? Nou, dat was niet met Manfred, dat was met Gerard. Okay. Nee, dat was niet spannend. Nee, kort. Nee, maar op een gegeven moment, Sparta gaat toch ook goed? Die plekken zijn ingevuld. Ja. Je kan niks te bieden. Het is een prachtige vacature ook weer voor Sparta om zo meteen weer in te vullen. Nieuw frisse energie, nieuw bloed. Dus dat is ook hartstikke goed, hè? Want nog, ik zei al, ik heb 5 jaar, jongens, al 5 jaar getraind. Nou, voor die gasten is het misschien ook wel goed om even weer een nieuwe... Nieuw gezicht. Je krijgt gewoon een seizoenkaartje voor volgend jaar. Ik hoop het. Je komt sowieso 2 keer, sowieso 1 keer natuurlijk. Ja, gewoon op de elektrische fiets. Heerlijk. Met Henk mee. Ja. Samen hij komt minimaal 1 keer natuurlijk in zijn geel-blauwe trainingspak. Precies, precies. Mooi hoor. Ja, ik vind Cambuur wel heel ver. Zo. Oh, is die visie? Maar die komen ook niet. Nee, die komen niet. Nee. Top. Daar kun je als Fries niet heen. We zijn aan het eind van deze podcast. Ja. Bijna een uur zijn we aan het lullen. Mm-hmm. Hier ook, trouwens. Hier ook. Dus het is tijd om, het is tijd om af te ronden. Is begonnen. Het is tijd om af te gaan ronden. Wil je nog wat kwijt? Zo richting donderdagavond? Nee.
Wel echt spannend, hè? Ja, hoe laat ga je naar het kasteel? Hoe laat trek je hier eerst een blikje open? 12 uur 's middags. Ja, ja, nee, tuurlijk. Goed indrinken. Ja, met z'n allen. Voor dorstig weer dus. 1200 man. Ja, dat zijn mooie dagen voor Sparta, toch? Dit zijn unieke dagen. Voor Sparta zijn dit de finales. Echt van genieten. Ja, we zijn na competities wel gewend, maar deze niet. Nee, nee, precies zo. Meestal is het vanuit het negatieve, maar nu valt er van alles te winnen. Nu is het mogen en niet moeten. Ja, als je rond die andere play-offs waar jij door hebt gespeeld, dan is het moeten. Ja. En alle hands on deck en paniek en dat zie je ook. Ja, gek genoeg je hebben die ook zijn charmes. De angst. Het overleven is ook mooi. Dus dit is prachtig, man. Ja. Oh, laten we het hopen dat we dat met elkaar voor elkaar gaan krijgen. Ja. En heel mooi, even we op het eind. Dankjewel. Ja. We hebben ervan genoten. Ja. Dankjewel voor je komst. Succes. We weten waar je naartoe gaat. Ja. Denken wij tenminste. Maar ook daar heel veel succes. En bedankt voor al die jaren bij Sparta. Ruud bedankt, Anton bedankt en heel graag tot volgende week. Dag. Als Spartaan zijn wij geboren, als Spartanen sterven wij. In de geest van Bok de Korver. Sparta naar voren!